De titel van mijn column is Klaar Over. Afgelopen maandag bezette een groep betogers smorgens om acht uur in Rotonde in het centrum van Malden. Deze keer geen verontrustende aanwonenden die zich hadden verenigd in een actiegroep. Het was de voltallige gemeenteraad van de gemeente Heumen die de doorgaande weg blokkeerde. Een gevalletje van politieke blokkeerheumenaren. Dat alle raadsleden aan een dergelijke actie deelnamen is uniek. Nijmeegse raadsleden van GroenLinks dansten wel eens in het Valkhofpark op een springkussen als protest tegen de donjon. Maar dat is toch klein bier vergeleken bij het gezamenlijk optreden van hun collega's uit Heumen. De bezetting van de rotonde was een protest tegen de provincie die al jarenlang weigert om te denken aan een rondweg om Malden laat staan aan te leggen. Aangezien de burgemeester van Heumen verhinderd was, moest de local burgemeester als openbare orde handhavende klaarover de boel in de gaten houden. De blokkade mocht van hem drie minuten duren. Dan praat je toch over een serieuze tijdspanne. Letterlijk en figuurlijk hoogtepunt van de demonstratie vond ik het bord dat een van de raadsleden omhoog hield met de tekst: Heel de in de file omdat de ambtenaren op de rotonde liggen te pielen. Het moet ze in het provinciehuis dun door de broek hebben gelopen toen deze aan duidelijkheid niets te raden latende woorden zo openlijk werden getoond. Daar verbleekte de dreun, die twee dagen later werd uitgedeeld door de winst van Forum voor Democratie, bijna bij. Of het protest gaat helpen, denk het niet. Afgelopen zondag mocht ik in het kasteel van Wiegen een verkiezingsbijeenkomst leidde waarbij gedeputeerde Bea Schouten aanwezig was. De aangekondigde protestactie van de Heumense raadsleden kwam ter sprake. Maar Bea gaf op voorhand geen krimp en niet alleen omdat verkeer niet in haar portefeuille zit. Er zijn in Gelderland meer provinciale verkeersknelpunten die opgelost moeten worden. In Kesteren, in Apeldoorn, in Dieren, de achterhoek, waar niet Hoewel de nieuwe ongelden een paar keer ter sprake kwamen, werden er geen provinciale cadeautjes uitgedeeld. Sterker nog, op enig moment begon Wiegese Bea zelfs een beetje boos te worden op haar voormalige collega's in de raad. Het ging over windmolens. Altijd een dankbaar onderwerp om te voorkomen dat de aanwezigen gaan inkakken. Ook deze keer. Gelderland loopt flink achter op de planning. Volgens Bea ligt dat mede aan de halstarrige houding van de Wiegense politiek om geen keuzes te maken vanwege de formele dijden gedragscode. Dat scheelde toch gauw een molen of vijf, zes die er al lang hadden moeten staan. Bea waarschuwde de aanwezige Wiegense wethouders in niet mis te verstaande woorden. Als jullie niet snel tot een besluit komen waar in Wiegen windmolens geplaatst gaan worden... Dan wijzen wij als provincie die plekken wel aan. Ze zei het net niet, maar ongetwijfeld dacht ze: het moet onderhand eens afgelopen zijn met die flauwekul. Het is klaar. Over. Forum voor Democratie zal dezelfde woorden in de staten gebruiken, alleen met een totaal andere impact. Windmolens? Het is klaar. Over.